gaan het hebben over een nieuw boek. Je romans Schandalig, Thuisreis, Verlangen, Terugkeer. Ze liggen hier ook allemaal bij jou op tafel. Ja. Komt er nu een nieuw boek uit? Dat is wel even anders dan anders. Je hebt hem ook bij en het is natuurlijk, Sinterklaas komt morgen aan, dus je hebt er een cadeautje van gemaakt. Nou ja, maar de uitgever heeft er een cadeautje van gemaakt. Eigenlijk komt hij zondag uit, is de officiële lancering. Ook boeken worden gelanceerd. Maar vanavond zit ik hier. Dit ligt al de hele avond. Ja, laat me even zien, want anders zien we hem niet. Het ligt al een paar dagen bij mij op het bureau. En van mijn uitgever mocht ik onder ogen dit primeur geven. Zal ik hem uitpakken? Ja hoor, pak hem maar uit. We zijn benieuwd. Ja, hè? Ja. Hij is ook, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Dat maar hij is ook qua stijl heel anders. Oh. Want het is 5 jaar schrijverschap, dus het is een feestbundel. En dit is er. Ja, daar is die Eilanders en de nieuwe huishoudster. Ik pak hem graag eventjes erbij hier zo. Ik denk dat ik hem hier even kan laten zien, ook aan de camera. Ja, dit nieuwe boek is uit, maar het is wel anders dan anders, want het is geen roman. Nee. We hebben hier te maken met een schrijfwedstrijd. Dat is sowieso erg leuk. Er staan dus kleine, kortere verhalen in van winnende schrijvers die zich hebben aangediend naar jouw oproep. Zitten daar een beetje talenten tussen? Er zitten zeker talenten tussen. Er zitten ook schrijvers tussen die ook al gepubliceerd hebben. Leuk om te noemen is dat er ook nog een Schiedamse schrijfster naast mij in staat. Annemieke de Schepper. Ja, precies. Zij heeft ook een plekje in dit boek. En als de schrijfwedstrijd is het tweede deel van het boek een mini novelle. Ja, met ook illustraties erin. Dat is ook leuk. Ja, dat is leuk. Hè? Er zijn een paar speciale tekeningen gemaakt voor dit boek. Kijk, we zien ze nu ook op het scherm, zien we ze voorbij komen. Een aantal van die tekeningen die voorbij zijn gekomen. Maar goed, die korte verhalen heb jij aangevuld met jouw eigen, met een eigen verhaal. Ja. Een mini-novelle, zoals je het zelf benoemt. Ja. Dat is ook alweer wat anders na een roman. Ja, dat is wat korter. Het is een kort, lang verhaal. Ja, het ene verhaal is valt wat langer uit en het andere wat korter. En het is, ik ben blij dat het verhaal in het boekje is beland. Het speelt op een kanaaleiland. Een kanaaleiland in de ban van de Varoe. En dan is een vrouw op de vlucht voor haar verleden. En ze denkt dat ze op dat afgelegen kanaaleiland als huishoudster veilig kan zijn. Ze kan verbergen. Ik denk dat een kracht van je is om een sfeer neer te zetten van een locatie. Nou geef jezelf natuurlijk wel een uitdaging als je een mini-novelle hebt. Dan heb je minder de tijd om bijvoorbeeld personages uit te diepen, maar ook om een sfeer neer te zetten. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja, hoe ik daarmee omgaan. Het is eigenlijk dat je de sfeer neerzet en het personage. En dan is het verhaal wat een bepaalde lengte vraagt en een bepaalde uitdieping. Maar pas je een andere techniek toe dan bij romans? Nee. Nee, je kan ook wel zeggen dat een roman is een aaneenstapeling van scènes. Dus het is wat groter. Je kan in een roman wat meer zijpaden nemen, wat meer figuren uitdiepen. Zoals bijvoorbeeld bij het verhaal van de huishoudster is ook wel heel erg de huishoudster aan het woord. Hè. Er komen andere personages in voor, maar zoals zij ze beschrijft. En je leert ze iets minder persoonlijk diep kennen. Dus bijvoorbeeld de senior die erin voorkomt. Of, er zitten wel, er blijven nog wat vragen over. Maar goed, misschien komt dat ook uit je oude werk als psychologe. Waar je natuurlijk ook wel heel veel, denk ik, verhalen op doet. Die je misschien kwijt kan in je boeken. Of doe je dat stiekem of niet? Nou, ik weet niet of dat stiekem is. Het is schrijf wat je kent. Dus de dingen die ik in de loop van mijn leven tegengekomen ben, die neem je natuurlijk mee. Dat is bijvoorbeeld zo'n kanaaleiland, wat ik ook verzonnen heb. Ik ben op de kanaaleilanden geweest en ook op zijn afgelegen eiland. Dus dat inspireert wel. Ja. En ik hou van mensen natuurlijk. Dan word je geen psycholoog. Dus wat mensen beweegt en hun bewegen redenen. En zo'n bijzondere vrouw als de huishoudster. Ja, dan put je misschien wel wat uit je ervaring. Wat zo iemand beweegt en drijft. Want het is toch een bijzonder hoofdpersonage. Ja. Je bent 5 jaar schrijverschap vier je hiermee. Dat betekent dus dat je daarvoor ergens de wens had. Daar heb je wel eens over verteld. Hoe je daar dan uiteindelijk toch voor hebt gekozen om het wel te gaan doen. Ja. Voel je ook dat je er bedrevener in raakt? Ja.
Hoe voel je dat? Je vindt makkelijke woorden voor iets. Je kan makkelijker variëren. Het is makkelijker om dingen uit te diepen. En er komt meer vaart in. Dus misschien merken jullie het ook met zingen. Hè? Van, je stem wordt soepeler. En schrijven, dat is ook een schrijfstem, noemt mijn uitgever. Dus die ontwikkelt zich ook door. Dus je krijgt misschien meer nuance, meer tonen, meer diepte. Meer. Dus dat is het. Dat levert dus dit boek op. Wat we denk ik in vooral de Schiedamse boekhandels ook echt kunnen kopen. Ja. Maar ook online. Ja. Dus dat is leuk. Vervult het je dan ook een trots? Kijk, nu zit ik ermee in mijn handen en je hebt echt een exemplaar. Kan je dan ook al terugkijken op een soort mini-oeuvre dat je het gevoel hebt... ik ben 5 jaar schrijfster en ik sta ergens voor? Ja, kijk maar. Ik sta zeker ergens voor. Mijn verhalen, dat gaat toch vaak wel over tweede kansen. Mensen die iets mee hebben gemaakt en toch weer een nieuwe draai en een... nieuw iets in het leven vinden. En dan ook mooie en sfeer, locaties. De sfeer. En weer een eiland. Ja. En waarom vind je dat fijn om over een eiland te schrijven? Ja, dat blijkt, hè. Ze hebben iets afgebakend, ze hebben iets puurs. Het is altijd net een stukje buiten... dagelijkse hectiek. Je bent misschien ook wel eens op een eiland geweest. Zeker. En jij. Je hebt bijvoorbeeld al als je op een waddeneiland komt. Dat geeft al een speciaal gevoel. Dus dat gevoel en de sfeer. En het is een hele mooie setting om verhalen te vertellen. Hoewel ik volgend jaar met mijn nieuwe boek naar Drenthe ga. Ja, en dat kondigde je al half aan vorig jaar dat je hier aan tafel zat. Dat het over Drenthe, voor mij een stukje Schiedam, is dat nog steeds het geval? Ja, nog steeds. Ook ik leg er deze winter echt de laatste hand aan. Dus dan gaat hij, kan hij de redactie in en hoop ik dat hij volgend jaar uitkomt. Oké, een echte roman dan weer? Een echte roman, ja. Ja. Geen mini-novelle, maar dan een echte. Nee, maar deze is ook leuk. Deze is ook leuk. Hij is in ieder geval te koop. En aanstaande zondag om 5 uur presenteer jij hem op je eigen Facebookpagina. Ja, hij staat op openbaar. En dat zegt Facebook voor iedereen op Facebook en daarbuiten. Dus mensen, kom kijken. Als ik nog vragen heb laten liggen, dan kunnen we dat daar alsnog gaan stellen. Zeker. En als er zo kijkers thuis zijn die denken, maar ik zou dat wel willen weten, dan kan dat ook. Oké. Dankjewel, Marceline. En veel succes met de verkoop van het boek. Dank je. En je nieuwe roman natuurlijk.